De tweede helft, ja, daar, daar verbaasde het team mij zeer zeker. Waar kwam dit nou toch vandaan? Want het zag er allemaal zo eenvoudig uit. Jezelf eerste was het niet eenvoudig, want ik zag de, de, de energietank van, van heel veel jongens heel snel uh, zakken in, in benzine, zeg maar omdat we zoveel achter de bal aan moesten en zoveel energie in, 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 in moesten stoppen om Arsenal uh, van de bal te krijgen. Ja, gelukkig ging dat de tweede helft anders en konden we beter druk krijgen. En uh, konden we ook aan de bal daardoor veel gevaarlijker zijn, weinig weggegeven. En, en uh, zelfs uh, ja, de, veruit de meeste kansen gecreëerd. Dus de tweede helft, ja, daar, uh, daar verbaasde het team mij uh, zeer zeker. Hoe moeilijk is het wat Luc deed vandaag? Uh, ik, ik vind het sowieso uh, moeilijk hoe, hoe Luc kan koppen. Dat, uh, dat, dat is sowieso heel moeilijk. Kijk, ik terugkomen. Oh, dat, ja. Ook dat. Nou ja, ik, ik ben ook wel eens teruggekomen van blessures. Dus daarin uh, uh, weet ik ook wat het is. En, uh, maar het is knap. Het is knap. Dat die, maar ik weet ook hoe hard hij gewerkt heeft uh, in, in die uh, maanden dat hij eruit was. En dan zie je ook uh, in het prof zijn dat hij redelijk snel weer uh, op niveau kan zijn. En dat hij een geweldige bijdrage had in de tweede helft. Hoe belangrijk is deze overwinning en het feit dat je overwintert voor de komende weken? Ja, natuurlijk heel belangrijk. Kijk, vertrouwen in een team en succesmomenten, dat, dat, dat maakt dat je als team groeit. En, en dat je zelf wint van Arsenal, dat ook nog dat andere resultaat valt. Ja, dat is dubbelop, dan vier je de, terecht de, de overwintering. En weet je dat je sowieso een prachtige play-off hebt uh, tegen nummer drie van de Champions League, waarin je weer kan meten met de beste teams in Europa, wat voor dit team ja, in ontwikkeling is. En uh, dat zijn de, de wedstrijden die je wil. Nou, dat is verdiend, dat hebben ze afgedwongen. 2-0 tegen Arsenal thuis, ja, dat is uh, uiteindelijk geweldig dat dat is gelukt. It seems that there is a national debate on, ja, Xavier iemand in de national selection for the Netherlands. What's your opinion? No, I think uh, what he always says, and uh, he says it rightly, uh, and it's also for Luc de Jong and any other player who, who wants to be in their uh, World Cup squad for their country, it's about performing week in, week out, and showing the, man, the, the, the national team manager uh, that, that he's capable of uh, contributing to, to uh, the national team. And I think he, he's showing that, and he's on the right way. And uh, you, know, if, if you can continue this, who knows what, uh, what can happen?